Ozan danke Ja, hoe is het met jou? Dat is lang geleden. Hè? Ja. <laughs> Echt heel lang geleden. Ja, precies. Nee, met mij gaat het goed. Uh, ja. Het gaat gewoon alles gaat zoals ik wil. En uh, ja, niks te klagen. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat dat ook prima hoor. Goed, maar hoe lang ben je nu weg bij FC Groningen? Hoe lang ik weg ben. Dit is namelijk tweede jaar in Turkije. Okay, ik heb uh, ook nog een jaartje bij Feyenoord gespeeld. Het is dus eigenlijk drie jaar geleden, volgens mij, ik bij uh, FCG was. En hoe lang heb je daar gespeeld? Ja, vijf jaar. Eigenlijk een uh, ja, hele mooie tijd daar gehad. Uh, ja, het was echt een uh, mooie tijd daar bij Groningen. En ook veel geleerd, denk ik? Ja, sowieso veel geleerd. Want ja, ik kwam daaraan als een klein jongetje van een beetje 12 jaar. en uh, Ik heb bijna heel, heel de jeugdopleiding doorlopen tot, tot de A1. En uiteindelijk zijn we ja, jammer genoeg uh, uit elkaar gegaan. Dat was eigenlijk helemaal niet uh, in mijn gedachten. Maar ja, dit is voetbal. Hè? Niet alles loopt zoals je wil. Ja, ik heb eigenlijk. Aan uh, Groningen heb ik wel veel te danken, natuurlijk. De trainers daar, uh, iedereen eigenlijk. Dus uh, Groningen ben ik sowieso dankbaar. Maar ja, jammer dat het zo is verlopen. Welke trainers heb je al allemaal gehad bij Groningen? Uh, ik begon natuurlijk met uh, René Wollerich. En uh, daarna heb ik nog uh, Rick Mulder gehad. En uh, Peter Motmaker had ik ook nog. Want uh, ja, zoals je ook wel weet, ik werd vaak gelijk doorgeschoven naar een uh, lichting hoger. Peter Motmaker heb ik ook echt. Uh, veel van geleerd, veel, veel te danken aan hem ook. Want uh, die had toch wel vertrouwen in me. Ja, natuurlijk heb ik ook nog het uh, laatste jaar Peter Hoekstra gehad, als ik me niet vergis, in de A1. En uh, ja, dat was toch wel, uh, in het begin was het een beetje moeilijk met, uh, met trainer Peter. Maar ja, uiteindelijk heb ik me er wel uh, overheen gezet en heb ik gewoon uh, veel van hem geleerd, sowieso. Dus uh, ja, dat waren de trainers eigenlijk. Ja, want jij was op een gegeven moment het grootste talent van FC Groningen in de A1 ja dat, dat vond ik ook maar ja jammer genoeg volgens mij Groningen dacht er anders over. Daar heb ik ook respect voor. Maar zoals je zegt ja dat, dat vond ik ook eigenlijk en niet alleen ik. Zoals je het zelf ook zegt en ook de andere mensen. En uh, ja sowieso veel, veel 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 jongens appen mij nog van uh, ja hoe kan het nou eigenlijk zo zijn gelopen? Maar zoals ik al zeg dit is voetbal en uh, ja dit hoort er gewoon bij en uh, ja de bal is rond natuurlijk en uh, wie weet misschien in de toekomst dat ja, Groningen, waarom niet. Is heel mooi. Wat heb je na Groningen allemaal gedaan? Na Groningen ben ik eigenlijk naar de Feyenoord gegaan, heb ik een jaartje daar gespeeld in de A1. En uh, vanuit daar heb ik eigenlijk uh, ja, best wel veel uh, aan, uh, aanbo aan aanbod gekregen, van, uh, van andere clubs natuurlijk. Alleen uh, ja, op dat moment uh, was voor mij Turkije Boersenspoor. Ja, het is natuurlijk een heel grote club, een van de vijf uh, kampioensploegen in, uh, in, uh, in Turkije. Ben ik daarheen vertrokken en heb ik een vierjarig contract getekend. En uh, ja, Dat is ook natuurlijk omdat ze heel veel jonge spelers uh, laten spelen daar eigenlijk. Alleen ja, precies het jaar toen ik daarheen vertrok, ja, was het niet echt, uh, was niet echt een gezonde, gezonde omgeving voor een jonge speler eigenlijk. Ben ik uh, verhuurd geweest de laatste zes maanden aan RKC. Ik heb bijna alles gespeeld vorig jaar. En uh, ja, ik ben sterker teruggekomen. Ik wil RKC ook hiervoor bedanken. En uh, ja, ik ben toen uh, teruggekomen. Heb ik een uh, goede voorbereiding gedraaid uh, begin van het seizoen. En toch in gesprek met, uh, met, uh, met Bursa ben ik toch uh, ja, op dit moment verhuurd aan uh, Giresun. Dat is een uh, League Club zeg maar, in Turkije. En uh, ja, zo eigenlijk. Veel niveauverschil met Nederland? Ja, niveauverschil natuurlijk. Kijk, Bursa en is toch wel. Ja, misschien de, denken mensen er anders over omdat ze, niet, omdat ze er niet van dichtbij meemaken. Maar ja, als je kijkt naar de Superleague, ja, hele grote namen die daar spelen en veel kwaliteit natuurlijk. Uh, en uh, ja, natuurlijk is het toch wel anders, want het is meer mannenvoetbal, zo zeg ik het altijd. Want uh, ja, als je kijkt naar uh, Nederland, is heel veel kwaliteit, dat zeggen zij ook, uh, voetballend. En uh, daar dat dat kunnen ze eigenlijk niet aan tippen. Alleen. Uh, ja, het is toch wel meer mannenvoetbal. Dat is het enige verschil. Je broertje die staat daar, maar je moet het vliegtuig pakken. Je moet vandaag nog weer terug naar Turkije. Hè? Vandaag weer terug, en mijn broertje die gaat de bus in. Dus ik denk dat we even goed kunnen afsluiten. Ja. Hey, ik wens je heel veel succes, jongen. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel.